Land in Trinidad. Tumult in een toeristenhotel. Kloppartijen in een koelhuis. De echte liefhebber herkent ze meteen. We hebben het over de avonturen van Pop Evers. Jongensboeken romantiek uit de jaren 50 die de tand destijds doorstond. Vandaag ging het 5 miljoenste Bob Evers boek over de toonbank. Alle reden dus voor een feestje, ook al was de schrijver Willy van der Heijden een tikje fout. Zo lanceerde hij in 1944 tijdens de hongerwinter het werkje Wie zei dat je in deze tijd niet kan lachen? Niettemin, de echte fans maakten er vandaag geen punt van. Tonko Dop trof een zaal vol jeugdige veertigers en ook de enige echte Bob Evers aan. Wel verdraaid, zei de oude heer Prins ongeduldig naar de klok kijkend. Waar blijft die drommelse Jan? Marianne, Marianne! Hij stond op en rukte aan het van leer gevlochten bellenkoord dat naast de open haard naar beneden hing. Er brandde geen vuur in de haard. Het was augustus. Vreemd krakeel in Californië, wilde sport om een nummerbord. Bombari om een bunker. Heibol in Honolulu. Dat zegt mij wel wat. Nou, lotgevallen rond de locomotief, pyjama rel in Panama, vliegtuigsmokkel met vergassingen, stampijnen, schuiftrompet natuurlijk. Knaleffecten, Casablanca, ik kan ze wel de hele tijd doorgaan, maar ik ken ze allemaal uit mijn hoofd. Tenminste de eerste 32, de latere die heb ik al niet zo lang, die heb ik maar 1 of 2 keer gelezen, dus daar moet ik nog even over nadenken. Maar die andere heb ik zeker 8, 9 keer al gelezen, dus dat ken ik precies uit mijn hoofd. Waarom denkt u dat die boeken van uw vader nog zo ontzettend populair zijn? Nou, ik denk dat dat toch het jeugdsentiment is, want die formule die hij in de tijd vond, en dat lees je in vrijwel ieder interview, het was de eerste serie waarin is wat gebeurde en zonder moralisme. En die jongens hadden inderdaad revolvers en geld hadden ze ook altijd. Nou, dat was natuurlijk in de jaren 50 en eerder nog volstrekt onbekend. Ik bedoel, jongens die de hele wereld afreizen, die met pistolen rondlopen, zwaaien en zo, dat had je in die tijd niet. Ik bedoel, als je naar Scheveningen ging of zo, dat was al ver voor die tijd. In bibliotheken werden ze dus niet in het assortiment opgenomen. Omdat, ja, daar begon men gewoon niet aan. Het was niet opvoedkundig genoeg. De dingen die de jongens deden, dat kon eigenlijk niet. De doelgroep die zag ieder jongensdroom haarfijn uitgewerkt. En ik denk dat dat het aspect is geweest waardoor die boeken zo populair waren. En wonderlijk is ook dat mensen die toen 1 jaar of 8 waren die boeken lezen, die zijn nu dan 50, die lezen die boeken nog steeds. Kennelijk schijn je er ook nooit te oud voor te zijn. Het is iets zo anders, het is zo spannend, je bent er helemaal in betrokken, je gaat in het boek op. Ik bedoel, als ik het boek lees, dan ben ik in die wereld van die jongens. Dat is zoiets apart, dat is eigenlijk niet met woorden te omschrijven. Dat moet je lezen. Ik kan een voorbeeld geven, ik had een serie. Ik ben er op een gegeven moment, ik lees ze regelmatig. Dan begin ik gewoon met nummer 1 en ik lees hem helemaal door. En mijn vrouw die zei, wat zijn dat toch voor jeugdboeken, dat lees je toch niet meer. Ik zei, nou dat is hartstikke leuk. En ze is in deel 1 begonnen toen ik bij nummer 19 was. En ze heeft me dus ingehaald. Wat was Van der Heijden voor man? Het was een vrije vogel, was het. Echt, hij was voor alles in. Nee, niets was hem ook te gek. Eigenlijk hoe gekker, hoe mooier. Het was een zuipschuit, hè? Ja, dat wordt wel gezegd in sommige artikelen. Ja, u gelooft dat niet? Nou, dat geloof ik wel, want hij stond er meer heel vaak gesignaleerd in Hoppen en Scheltema en dat soort cafés. En vaak laveloos, hè? Ja, dat klopt. Past dat bij een jongensboekenschrijver? Nou, de jongens die weten daar niets van af. Beroemd geworden als jongensboekenauteur, maar hij schreef ook voor pornobladen. Hoe vindt u dat? Ja, dat was ook een deel van het broodschrijven eigenlijk. Hij schreef voor de Candy. In de tijd dat Peter Muller daar hoofdredacteur was, schreef hij ook voor de Candy onder zijn eigen naam. En hij heeft nog wel meer geschreven. Hij heeft ook voor een studentenblad geschreven. U kijkt er niet van op? Nee, daar kijk ik niet van op, nee hoor. Dat doen toch niet alle jongensboekauteurs? Nee, dat doen niet alle jongensboekauteurs. Nee, maar ik kijk daar niet van op. Hij was wat dat betreft gewoon een veelschrijver en een broodschrijver. En nadat hij dus wat woorden had gehad met zijn uitgever, moest er toch ook brood op de plank komen. Dus hij schreef gewoon voor wie het wilde drukken in feite. Hoe zat het nou met zijn vermeende oorlogsverleden?
zijn oorlogsverleden. Ja, hij heeft in de oorlog heeft hij geschreven voor een blad wat door de Duitsers getolereerd werd, zeg maar. Dat was de Gil. Ik weet dat hij bij Aan de Gil heeft meegewerkt. Ik weet ook dat we nog onderduikers zelf in huis hebben gehad. Dus het zijn weer zo'n rare tweeslachtige geschiedenis. Maar ik ben er nooit achter gekomen. Als je hem ernaar vroeg, dan kreeg je een eindeloos Indianenverhaal. En alsmaar om het punt heen draaien. Daar was hij goed in, Indianenverhaal? Daar was hij uitstekend in, ja. Ja. Hij leefde zoals die boeken zijn. Als middelpunt van het universum. Alles draaide om hem heen, om het meesterbrein. Kijk eens, voor de enige echte Bob Evers. Alsjeblieft. Dat is toch een toeval? Een echte Bob is het, hè? Lees jij ook de boeken? Hè? Lees jij ook de boeken van je naamgenoot? Nee. Zijn spannend, hoor. Die gaan we lezen, hè? Mama zal ze voorlezen. Die gaan we lezen. Ja. Van der Heijden had het niet echt begrepen op vrouwen, negers en Belgen. Schrijft u ook in die geest voort? Nee, je moet die serie natuurlijk wel even in de tijd zien. Lees nou de eerste delen van Kuifje in Afrika. Dan zie je iets soortgelijks terug. In die tijd werd er iets anders tegen sommige dingen aangekeken. En ja, zo werd dat beschreven. Ik beschrijf zoals we in 1994 tegen die dingen aankijken. Zoals ik er tegen aankijk. En dat is heel iets anders. Dat is een heel andere kijk dan die van 50 jaar geleden. Hij proestte en spuwde, want Arie had hem een struik bloemkool in zijn mond gestopt. En zo, op de bloemkoolauto op weg naar Amsterdam, eindigde de tweede ronde van de jacht op het laatste papiertje. De